Ja, mijn naam is Gijs en ik heb de microfoon niet per se nodig, maar voor je technische dingen hebben we het nu wel nodig, zodat die de opnames mooi zijn voor de kijkers die, die thuis gaan kijken. Nou ja, ik zal mezelf even kort voorstellen. Ik ben Gijs, ik zit 10 jaar nu al in het jongerenwerk en ik ben regisseur bij Dynamo op het gebied van e-sports en gaming. Over Dynamo zullen we dadelijk nog een hoop meer vertellen. En naast mijn functie bij Dynamo werk ik ook als centrummanager bij Play for Success. Maar daar staat er los over op vandaag. Oké, ik ben Wesley Nacht. Ik ben ook jeugdwerker bij Dynamo eSport Center. Ik ben origineel begonnen als stagiair. En het beviel ze heel goed wat ik daar aan doe was, dus mij uiteindelijk een baan weten aan te bieden. Ik ben me vooral bezig met de vrijwilligers die we hebben. En ook met de jongeren aan zich die het eSport Center komen. En ook het online jeugdwerk op onder andere Discord. We gaan als eerste een filmpje laten zien met wat we allemaal hebben en dan pakken we daarna door. A place where you can feel at home. Learn from each other. Make new friends. Be yourself. Welcome to our center. For and by gamers. Work. Create. Fail. Succeed. Compete. Develop your skills. Oké, nou ja, gewoon even een kort filmpje om jullie een beetje een impressie te geven van de ruimtes en ja, wat we allemaal doen. We bestaan sinds 1 oktober, bestaan wij precies een jaar dat wij open zijn vanuit het e-sportcentrum. En ik ga jullie een beetje eerst meenemen in het ontstaan en het achtergrond van onze organisatie. Dynamo, misschien bekend voor anderen vanuit het wel grote festival Dynamo Open Air. 200.000 mensen, nog steeds het grootste festival ooit in Nederland. 52 jaar geleden is die organisatie ontstaan, dus die is er al best wel lang. En probeert zich altijd mee te bewegen met alle jongere trends. Het is echt een jongerenwerkorganisatie. Naast Dynamo heb je ook Dynamo Jeugdwerk. Dat is eigenlijk het werk wat in de regio plaatsvindt van Eindhoven. Er zijn nog 14 jongerencentra, ook in de regio, maar ook in de stadsdelen van Eindhoven. Waar ook gaming wordt geprogrammeerd en daarin allerlei dingen worden gedaan. En Dynamo is de locatie die je net ook in de video zag, die midden in het hartje van Eindhoven ligt, op steenworp afstand van het station en van de straat om zijn. Goed, wij zijn dus een jaar begonnen met die locatie, maar het heeft een langere historie dat wij natuurlijk al bezig zijn met gaming, omdat wij zien, wij zijn met de jongeren bezig, met de jongerencultuur. Hey, dit is iets waar zij mee bezig zijn. En 8 jaar geleden zijn wij begonnen onder andere met Jeffrey van Geel vanuit NWTV om een vakdienst te organiseren voor alle jongerenwerkers. Nou, ik was daar onder andere heel gepassioneerd voor om daar meer in te gaan doen. En vanuit daar zijn er meerdere jongerenwerkers gaan opstappen om een platform te realiseren voor jongeren waar zij zich bij aan konden sluiten. En toen is eigenlijk Level Up 040 ontstaan. Dan kwam het op een gegeven moment corona en is voor ons eigenlijk heel positief geweest. Omdat daardoor onze organisatie zoiets had van, hey, hoe gaan we nou onze jongeren bereiken? We kunnen ze niet meer fysiek bereiken. Ja, hoe gaan we dat doen? Gijs, kun je iets met die digitale platform waar jij mee bezig bent? Zodoende is eigenlijk het idee voor het e-sport centrum ontstaan. En ja, hebben we dat echt een extra boost gegeven om, hebben we dus ook extra gelden weten te realiseren vanuit de coronaregelingen om zoiets überhaupt te kunnen gaan doen. ILW staat hier, dat is onze werkwijze. Dat staat voor inspireren, leren, werken. Wij geloven dat het begint bij wat vindt de jongeren vet om te doen, waar gaat het hartje eigenlijk sneller van kloppen. En dat kan zijn muziek, dat kan zijn dat je iets met sport vet vindt, maar dat kan zijn ook techniek of gaming natuurlijk. Dus zo proberen wij allerlei verschillende platformen te realiseren waar jongeren zich bij aan kunnen sluiten. Waar jongeren zich thuis voelen, zoals je net ook voorbij zag komen in dat filmpje. Waar jongeren bij willen horen en zich vervolgens kunnen ontwikkelen.
Dus als zij bij zo'n community horen, dan begint dat leerproces, dan gaan zij allerlei vaardigheden ontwikkelen. En daar gaan we jullie zo dadelijk allerlei mooie voorbeelden van laten zien. Maar ja, die community building, dat is dus iets waar, ja, waar wij echt voor staan. En als je naar Dynamo zelf kijkt, alles wordt voor en door jongeren gedaan. Bij Dynamo, dus in het centrum, daar zijn al meer dan 300 vrijwilligers die ja, het hele programma mee realiseren eigenlijk. Ik als regisseur ben dan meer faciliterend en coördinerend. En laat vooral die jongeren helemaal in hun kracht hun ding doen. En dan zag je wat cijfers voor jaarlijks bereiken, maar daar kunnen we snel nog heen skippen. Die hebben jullie wel kunnen zien. Ja, dan zijn we hier natuurlijk om ervaringen te delen. Positieve ervaringen, dingen waar wij van geleerd hebben. Vrijwilligers waren enorm positief. Als je daarnaar kijkt, hebben wij in een jaar tijd hebben wij nu al meer dan 20 vrijwilligers als groep. Die dus wekelijks bij ons aanwezig zijn om activiteiten mee te organiseren, evenementen mee te ontplooien. Ja, daar zijn wij heel erg positief verrast door. En daar investeren we ook enorm in. Ook het bereik van partners, als je kijkt naar andere disciplines, ja, was dit echt iets waar partners op aangingen. En graag bij ons de samenwerking mee wilden aangaan. En hebben wij heel veel dingen kunnen realiseren. Om een voorbeeld te noemen, Start Select was al vrij vroeg bij ons. Dat is een online webshop om online games te kopen. En via hun hadden wij in de tijd dat nog niemand eigenlijk een PlayStation 5 kon kopen, konden wij via hun 30 PlayStation 5's aanschaffen voor het hele jongerenwerk in Eindhoven in de regio. En daardoor natuurlijk ook heel, gewoon een soort van magneetwerking met jongeren konden we daardoor natuurlijk realiseren van, shit, jullie hebben al PlayStation 5's. Wat ook bij ons heel erg is, fouten maken mag. Hè? Daar leren we eens van. En ik denk dat heel veel dat heel erg fijn vonden om bij ons te ervaren. Dat het niet al meteen perfect hoeft te gaan, maar dat je juist een keer het internet moet laten mislukken bijvoorbeeld. Of andere technische dingetjes. En dat hoort er ook bij. Dat is ook waar je het jongerenwerk voor doet. Als je dan gaat naar de lerenervaringen. Ik zeg net al, we zijn nou pas een jaar eigenlijk open. Onze organisatie die weet eigenlijk nog, als ik kijk naar alle andere mensen, die weten gewoon helemaal niks van gaming en ook niet van de techniek. Bij Dynamo heb je een heel groot poppodium. Als je heel Dynamo, dus dan heb je het over het gebouwend centrum. Als je daar een groot event organiseert, dan kunnen zo'n 1500 mensen fysiek daar aanwezig zijn. En we hadden bijvoorbeeld al geen idee, hoeveel mensen zouden dat er dan zijn als wij allemaal tafels en stoelen neerzetten en allemaal tv's en weet ik het wat, in plaats van dat je iedereen staand. Dus ja, dat zijn dingen die je moet gaan ervaren, die je moet gaan beleven, maar ook van wat voor techniek dingen hebben wij hiervoor nodig. In plaats van een muziekproductie weten we prima te draaien, maar hoe gaat dat met een gamingproductie? Dus dan probeer je daar natuurlijk ook experts en je netwerk voor aan te haken, om die jou mee te helpen met dat soort uitdagingen. Gaming overtuigen bij collega's, dat blijft nog een dingetje, zeg maar. Maar vooral eigenlijk het laten zien en het laten ervaren. Afgelopen week hebben wij een game night gedaan gewoon voor collega's, collega's bij Dynamo. En zaten we daar gewoon te chillen en Mario Kart te spelen. En zagen ze, dit is echt leuk. Je zag gewoon een teambanding ontstaan en mensen nog dichter bij elkaar komen. Maar laat ze ook aansluiten bij je activiteiten en evenementen, laat het voelen. En daardoor gaan ze steeds meer met jou meebewegen en ook hun netwerk inzetten, waardoor je de kansen weer voor jongeren uiteindelijk kan vergroten. Ja, deze heb ik het eigenlijk ook genoemd. Misschien heb jij nog aanvullingen? Weet ik niet. Ik denk dat we daar boven kunnen. Yes. Buiten dat we heel veel doen, zijn we ook begonnen met een talentteam traject. Ik ga jullie in een vogelvlucht meenemen wat dat allemaal inhoudt en wat dat ons heeft opgeleverd. Een tijd terug zijn eigenlijk twee vrijwilligers bij ons gekomen. En die waren eigenlijk heel simpel. We doen niks met League of Legends en daar willen we iets mee doen. En daar is eigenlijk het idee uitgekomen om een scouting event op te zetten. Tijdens het scouting event hebben we onder andere bij de VU en bij de Pathé hebben wij flyers gedeeld om jongeren te laten weten dat er bij ons League of Legends kan worden gespeeld. En dat wij op zoek zijn naar teams eigenlijk simpelweg. En eigenlijk nog het liefste jongeren die nog geen team hebben die er graag in eentje bij zouden willen. En eigenlijk met die passie voor League of Legends zijn er ongeveer 15 jongeren bij ons geweest. En daar zijn uiteindelijk twee teams uit ontwikkeld. Voor beide van die teams en ook voor Zephyr. En Zephyr is een studentenjongerenvereniging van de TU in Eindhoven. Die een eigen e-sportskant hebben, om zo te zeggen.
hebben we 3 teams gekregen die zijn aangesloten bij Talentateam. Tijdens het Talentateam kregen we vanuit verschillende workshops en masterclasses van verschillende professionals te horen hoe ze zichzelf kunnen verbeteren in-game, maar ook buiten de game al. Dus ook hoe je op mentaal en fysiek jezelf kan verbeteren, om zo te zeggen. Daar is deze tijdlijn uit ontwikkeld. Ze zijn begonnen met City Showdown. City Showdown in een notendop is verschillende steden doen mee met allemaal eigen toernooien. En uiteindelijk, elke winnaar daarvan komt in Rotterdam terecht. En dan wordt de grote finale gespeeld, zo te zeggen. Samen met St. Lucas en Zephyr en onszelf hebben we daar een toernooi van weten te maken. En zo zijn ook die nieuwe teams voor de eerste keer echt met het toernooi aan de slag gegaan. Hebben ze elkaar echt ontdekt van nou, wat werkt wel, wat werkt niet. En zijn er zo winnaars uitgekomen die naar Rotterdam toe gingen. Vanuit die nieuwe ervaring, waarbij ze wisten, nou, hier moeten we aan werken en daar, en dat ging wel goed, zijn ze dat traject gestart vanaf februari. Waarbij ze mentale en fysieke workshop kregen van Robin Castillo. Die ging echt met hun in de gamezaal zitten en mediteren en begrijpen hoe het is om hoe je lichaam werkt en hoe fysiek jij meer actief bent, hoe dat profijt heeft ook in game. Ali Reza uit PSV, een bekende e-sporter voor FIFA, is uitgelegd hoe zijn ervaringen waren. En zo heeft ook Joost Bluis bijvoorbeeld echt in-game workshops gegeven. Hoe ga je met het team om? Hoe ga je met stress om? Staying focused, et cetera. En zo zijn ze op het einde, hebben ze een heel traject gehad van ongeveer een half jaar. Waarbij ze ook nog naar Team Liquid zijn geweest. En daar zijn ze denk ik ook het meest enthousiast over geweest. Dat ze zagen hoe bij de grote jongens eruit zien natuurlijk. En daar hebben we heel veel uit weten te halen. Over het algemeen dus, we hadden 12 spelers plus 3 coaches. 16 tot 27 jaar en verschillende activiteiten hebben ze gehaald. Echt in cijfers is dit over de algemene groei van alle jongeren is dit het meeste omhoog gegaan. Waarbij diffusie, acceptatie en zelf eigenlijk bovenuit sprongen. En zo hebben we ook verschillende deelnemers ervaringen laten weten. Je kunt er hier een paar lezen hier. Hier onderaan zie je een hele rits van alle partners en partijen die ons hebben geholpen om dit tot een werkelijkheid weten te brengen. En uiteindelijk hebben ze ook mee mogen doen met Eindhoven Game Festival. Ik wil ook wel even, misschien kun je terug naar de volgende pagina. Wesley, ik heb action. Oké, 3. Coaches zag ik net staan. En coaches is echt wel een heel tof ding. We hebben daar meerdere sessies mee gehad van hoe doen jullie coaching geven aan die spelers. En als jongerenwerker zijnde is het gewoon briljant. Je gaat dus echt gaming als middel inzetten en die coaches die gaan teams helpen om beter samen te werken, beter te communiceren, leiding geven, verschillende rollen daarin aan te nemen. Het visualiseren vanuit die sportpsycholoog komt daaruit voort. Ja, dat zijn natuurlijk vaardigheden die zij in hun hele leven kunnen gaan gebruiken. Hè? Door bijvoorbeeld je grenzen aan te geven in een spel, kun je misschien ook eerder je grenzen aangeven op een werksituatie of in een privésituatie. En dat is voor ons als maatschappelijke organisatie natuurlijk van mega waarde. Ja, een grappig voorbeeld is ook dat een van de spelers, ze kennen elkaar omdat van tevoren niet, die in het nieuwe liefdesteam zaten. En op een gegeven moment waren ze een paar maanden aan het spelen en je kon bijna wel zeggen dat het een soort vriendengroep was geworden. Op een gegeven moment kwam een van de jongeren naar me toe van ik speel nou met hun elke dinsdag, want ze mogen gebruik maken van de ruimte. Maar ik zou het ook gaaf vinden om ook gewoon buiten de training in met afspreken. Hoe vraag ik dat aan ze, zeg maar? En al dat soort kleine ervaringen en vragen, dat is waar wij het eigenlijk voor doen, om zo te zeggen. Dus onbewust ook die zelfontwikkeling, een beetje buiten die grenzen gaan, dingen opzoeken die ze normaal niet zouden doen. En zo zichzelf eigenlijk ontwikkelen. Zeker, en Brabant Sportfonds die heeft het ook meegefund, die heeft het ook meegerealiseerd. En Matthijs vanuit zijn rol als sportstratege heeft het ook meegeschreven. Dus daardoor kun je dit soort dingen überhaupt allemaal doen. We hebben dus die fittest van tevoren gedaan. Daaruit kwam ook een mooi verhaal om daaruit te delen dat een van de jongeren, en die komt daar heel opmerkelijk uit naar boven, in de negatieve zin dat hij een heel laag zelfbeeld had. Als ik hem had gevraagd om een fitness, om even random te doen, dan had hij dat natuurlijk nooit gedaan. Als ik hem zou vragen van, hoe is het met jouw mentale, hij geeft er natuurlijk nooit antwoord op. Dus gaming als middel hebben wij daar
voor kunnen gebruiken om dit soort dingen naar boven te kunnen brengen. En daardoor hebben wij met meerdere coachingsgesprekken met diegene, is hij een traject met een psycholoog gestart, heeft hij daar enorm veel in ontwikkeld en staat hij veel sterker in zijn schoenen. Waardoor je mega veel zorgzwaarte voorkomt in de toekomst. Goed, Eindhoven Game Festival, een ander heel mooi initiatief wat we hadden gedaan. 500 bezoekers, 50 miljoen, goed, je ziet het allemaal staan. Heel Dynamo was helemaal vol, we hebben mensen de deur moeten weigeren. We hadden dus ook geen idee hoeveel mensen kunnen we überhaupt kwijt. Ja, wij dachten 500, maar we gaan er eigenlijk achter, dan kunnen er eigenlijk toch nog wel best wel wat meer bij. Dus voor de tweede editie op 4 april, schrijf vast in je agenda als je langs wil komen, dan zou ik dan zeker langs gaan. Toekomst, community building en talentontwikkeling, dat is onze kern. En het samen doen, partnernetwerk, je zag net een heleboel partners staan, maar we staan natuurlijk altijd open om andere partners te omarmen en daarmee nog meer kansen voor de jongeren te kunnen creëren. Dat was hem, denk ik. Ja, dat was het.